Een droevig gezicht dinsdagmorgen op de Liesenstraat in Uden. In de nacht van maandag op dinsdag brandde het bedrijfspand waar voorheen Hessing zat volledig af. Er sloegen metershoge vlammen uit het dak en ook kwam er veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Dikke zwarte rookwolken trokken over Uden heen. Panden in de buurt werden nat gehouden om te voorkomen dat de brand zou overslaan. In de omgeving van het pand werden dinsdagochtend verschroeide resten gevonden. De gemeente Uden was dinsdag druk bezig om de openbare ruimte schoon te maken. En ook de brandweer was dinsdagochtend nog druk bezig met het nablussen.